Doe weer een duurste draft. Nou Bart, speciaal voor jou en voor mezelf en voor iedereen anders die dit ook leuk vindt om dit soort video's te zien. Doen we weer een duurste draft challenge, want dit is al veel te lang geleden dat ik zo'n challenge heb gedaan. Ik kan me niet eens herinneren wanneer het de laatste keer was. Dus we gaan vandaag weer een keertje een duurste draft challenge doen. Wat het inhoudt, het is vrij makkelijk. Ik doe een fun draft en ik moet telkens voor de allerduurste speler gaan. En dan ga ik de hele tijd de spelers invoeren op de computer. Jullie zien nu de prijs in beeld komen. Nu is het natuurlijk 0. Dan zien jullie de PlayStation 4 prijzen, de Xbox One prijzen en de PC prijzen. En dan gaan we kijken hoe duur ik mijn draft kan maken. Ik ben super benieuwd. Maar dan gaan we achterkomen. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dan duimpje omhoog. Zouden we de 2 of 3000 likes kunnen halen. Zo ziek zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op de belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En voor je Bose Army kleding, check natuurlijk Bose.nl. En dan kan je zelf ook een mooie zomer t-shirt kopen als je wil natuurlijk. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. En we doen denk ik een 2 of 3 drafts of zo. En dan gaan we eens kijken wat de allerduurste draft is die ik kan maken vandaag. We hebben 3-4-3 op lijn. Ik wil altijd centraal vallen aan de middenvelders. Maar ik heb niet echt een opstelling met centraal vallen aan de middenvelders. Het is niet de beste. Of het zijn niet de beste opstellingen die ik heb. Ik ga wel voor 3-4-1-2. Maar ja, we moeten dus zo duur mogelijke spelers krijgen. En hoe duurder, hoe beter. En we beginnen op zich wel lekker. Emilio, dat moet wel de duurste zijn. Ja, oké. Nou, ik hoef verder denk ik niet eens te kijken. Ik ga er gewoon voor. En dan vul ik hem in op mijn computer. En dan zien jullie de prijs zeg maar vanzelf tevoorschijn komen. Ja, dus Emilio die was 700.000 coins waard op de PlayStation 4. Valt enigszins nog wel mee. Ik had eigenlijk meer verwacht. Misschien was die andere dan wel duurder. Maar dit is sowieso wel duur. Ronaldo, wat een begin. Ronaldo. Een 96. Die guy is gewoon 8 miljoen waard. Op de PC zitten we nu al op de 15 miljoen coins. Oké, Maradona of Ronaldinho? Wie zal... Maradona is 3 miljoen waard. En Ronaldinho, die kan nog wel eens meer waard zijn. Ja, die is inderdaad 8 miljoen waard. Dus we gaan nu voor Ronaldinho. Dit slaat helemaal nergens op. We zitten nu al op de PC op de 30 miljoen. En op de P... Oké. Nou, ik denk dat het geen nut heeft om nog meer drafts te gaan maken. Want ik denk dat we dit niet meer gaan verbeteren. Kimmich, maar dat is niet de meest waardevolle speler. Helemaal deze versie, die is 77.000 coins waard. Kijk, als je dat vergelijkt met die spelers van Ronaldo en Ronaldinho, dan boeit dat helemaal niks. Dit is dermate slecht dat ik het niet eens in ga vullen op de computer. En het gaat trouwens alleen om mijn basiself. Dus de spelers die ik zo meteen op de bank ga krijgen, die tellen sowieso niet mee qua prijs. Dus ik kan die spelers die ik nu nog heel slecht heb en laag qua waarde, kan ik zo meteen nog eventueel wisselen. Ja, dus mijn rechtsmidden, linksmidden en centraal midden zijn nog niet al te best spelers. We begonnen super ziek met 3 lijpe icons. Daarna kakt het helemaal in. Ja, dit is echt helemaal niks dan in één keer. Maar ik heb ook het idee, als je zo goed begint, moet je daarna ook wel slechtere spelers krijgen. Eindelijk een keer een beetje een speler. Jiménez of Alaba? Ik zal het even checken voor de zekerheid. Weet je, ik wil dat zeker weten. Jiménez al 42k waard. En Alaba, die is denk ik wel iets meer waard. Deze versie van Alaba is 100k. Ja, is inderdaad wel wat meer. Maar ook niet heel geweldig. Weet je, 100k, het is wel chill. Maar ik heb gewoon spelers nodig van miljoenen. En dat is dit absoluut niet. Ik ga nu wel voor Ederson. Ja, ik denk dat die dan nog het meest waard is. Maar het scheelt sowieso niet heel veel. Nee, daar schieten we niet heel veel mee op. Maar nu gaan we naar de reserves. En hier kunnen we denk ik wel weer een paar goede spelers krijgen. Hoop ik dan, hè. Ik denk dat Keane dan het meest waard is. Ik denk dat hij meer waard is dan Insigne. Dus ik ga ervoor. Weet je, die prijskategorieën van dat maakt niet zo heel veel uit. Messi is trouwens sowieso nice. Die is sowieso veel waard. Dus die kunnen we zo meteen in mijn baashelft neerzetten. En Aubameyang is denk ik ook wel wat waard. Dus dat is ook prima. Maar ik moet eigenlijk gewoon weer even een dikke team of the year. Dikke team of the season. Gewoon eentje die echt heel hoog is qua rating. Nani is op zich wel nice. Maar ja, die speelt in de MLS. Maar ja, wie weet... Misschien is hij wel wat waard. Sowieso meer dan een 84-1 speler of zo dan die ik er nu in heb staan. Ik denk Sterling. Ja, dus dan ga ik daarvoor.
Ah, joh, ik baalde zo van dat we zo goed begin hadden, maar dat het daarna zo is ingekakt. Want nu nog steeds, Carrasco is denk ik trouwens al wat waard, maar nu nog steeds, het is het allemaal net niet of zo. Het is het net niet. Ai. Salah ga ik dan maar voor. Misschien dat ik die dan nog kan gebruiken qua waarde. Maar aan het eind ga ik dus eventjes alles erin zetten wat een beetje goed is qua waarde. Maar misschien dat we trouwens ook de 192 of 193 of zo kunnen halen qua rating. Met een beetje mazzel zou dat misschien ook nog kunnen lukken. Maar dan heb ik wel betere verdedigers nodig. Want op dit moment zijn mijn verdedigers niet heel goed. Ik denk Davies sowieso het meest waard. En die kan eventueel als verdediger. Want ik heb voor de rest ook nog andere goede verdedigers. En nu ga ik wel even checken. Dit zijn wel goeie. We hebben Zanetti. We hebben Jordi Alba. Ik ga even checken. Jordi Alba is gewoon meer waard dan Zanetti. Dat is wel vrij bizar om eerlijk te zijn. Nou, dan gaan we daarvoor natuurlijk. En de laatste, dat is de keeper. Die is niet al te best. Oké, ik ga even alles erin zetten. En dan gaan we eens kijken hoeveel ik dit team kan maken qua waarde. Er komt misschien nog een paar miljoen bij, maar het zal niet superveel schelen. Nou, mijn team is ondertussen klaar. We hebben 33 miljoen gehad op de PC. En 18 miljoen op de Xbox en 19 miljoen op de PlayStation 4. Maar dat komt puur vanwege Ronaldinho en Ronaldo. Dat zijn de enige twee spelers die echt bizar veel waard waren. Maar dan alsnog, 33 miljoen qua waarde is wel echt lijp. Dat had ik niet verwacht als eerste team. Maar ja, we kunnen nog kijken of ik heel misschien hier nog iets kan van maken qua teamgeest. Maar ja, ik heb geen goede keeper die linkt. Nee, dat gaat er niet worden. Dat hoef ik ook eigenlijk niet te proberen. We doen de volgende draft en eens kijken of we dit op de een of andere manier nog kunnen verbeteren. Nou, daar gaan we dan. Opstellingen. Op zich wel iets betere opstellingen. Ja, 4-2-3-1. Dat is perfect. Oké, dan wordt dit ook meteen de laatste draft. Dan moet dit hem gaan worden. Scrolls ook. Ik moet trouwens even de pagina refreshen. Dan gaan dus... nu is hij weer alles op nul. We moeten even kijken. Scrolls of Rush... Ik zit een beetje te twijfelen. Scrolls is maar 165k waard. Dat is echt helemaal niks eigenlijk. En die Rush is... dat is nog minder. Dat is 146. Dus die Scrolls is nog meer waard. Maar het is niet een enorm goede icon. Maar hey, beter dan helemaal niks. Beter dan helemaal niks. En ik heb nu mijn drie centraal van in de middenveld. Dat is nog vrij. Dus hopelijk krijgen we zo meteen Ronaldinho. Nou ja, dan moeten we dit niet krijgen. Nu Ronaldinho! Nee, ook niet. De bruine ga ik niet voor. Ik denk dat Gomez dan het meest waard is. Dat moet daar wel toch? Ja, die is nog 200k waard. Nou, dan gaan we daar maar voor. Maar qua waarde zitten we nu op de PC op 500k. Ja, kijk, als je één Ronaldinho hebt, dan ga je daar zo erg overheen. KK is sowieso het meest waard. En die is op zich wel nog redelijk. Dus ik denk dat die nog wel een paar miljoen waard is. Die is inderdaad wel 1,3 miljoen. Maar dat schiet al iets meer op. Kijk, om die 30 miljoen te halen die ik net had... Dat is bijna onmogelijk om dat nog in te halen. Bakambu, ik ga wel voor jou. Maar die zal ook niet heel veel waard zijn. 90k, ja, dat schiet ook niet op. Oké, weet je wat? Dit is ook helemaal niks. Ik ga nu even naar reserves. Dan hoop ik dat we nu even een paar goede aanvallende icons of Team of Seasons of Team of the Years kunnen krijgen. Kijk, Hazard is dan wel even heel chill. Weet je wat? Die ga ik er dan gewoon meteen inzetten. En dan gaan we meteen Hazard even hier ook in toevoegen. Die is 1,1 miljoen waard. Maar dan alsnog, dat is nog steeds niet die 8 of 10 miljoen wat ik echt nodig heb. Maar het is al iets beter dan wat ik net de hele tijd heb gekregen. Paulinho, maar ja, die speelt niet in de grote league. Ik ga wel voor deze. Die ziet er wel heel lijp uit hoor, qua statistieken. Dus misschien is hij toch nog wel iets waard. Maar we zien het zo meteen. Door naar de volgende. Oh, nice. Virgil van Dijk. Kijk, dit lijkt er weer op. Al met al wel echt lijpe spelers gekregen hoor. Dat sowieso. Ik ga wel voor deze. Misschien dat ik hier wel weer een hele goede draf kan van maken. En Schweinsteiger is ook sowieso wel wat waard. Ja, dat kan niet anders. Oké. Mijn bank heeft het toch een beetje goed gemaakt. Dus die spelers kan ik zo meteen in mijn basiself neerzetten. Kijk, hier kan ik Schweinsteiger neerzetten. En dan kan ik zo meteen Van Dijk nog centraal neerzetten. Dus dat is nice. Ik denk dat Alaba nu weer het meest waard is. Dus ik ga er maar gewoon voor. Maar dan heb ik nog wel een beetje een goede keeper nodig. Shaw of Davies. We kunnen maar even kijken. Die Davies, die had ik net ook al. Die is 250k waard. Dat vind ik best wel veel, om eerlijk te zijn. Davies is duidelijk meer waard. Dus dan gaan we daarvoor. Zal ik hem meteen even toevoegen? Davies. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Maar ja, maakt niet zoveel uit. Oh, ik moet Alaba trouwens ook nog toevoegen.
Want dan gaat die prijs natuurlijk wel iets van omhoog. En dat willen we natuurlijk. We zitten nu op de 5 miljoen op de PC. Dit is helemaal niks. Deze hoeven we niet toe te voegen. En dan alleen nog maar rechtsachter van mijn baas zelf. En wat krijgen we nog? Cancelo nog. Die had ik even niet verwacht. Dat is nog best wel prima om eerlijk te zijn. Alleen is hij 160k waard. Ja, dat valt dan wel weer mee om eerlijk te zijn. Maar zo meteen Van Dijk, Schweinsteiger erbij. En dan schiet mijn prijs wel omhoog, denk ik. Oh, we krijgen ook nog Sané. Die is ook wel lijp. Ik denk dat die wel meer waard is. Alleen is die... Ja, ze zijn allebei wel lijp eigenlijk om eerlijk. En toch even checken voor de zekerheid. Voordat ik een domme fout maak. Want ik speel natuurlijk de laatste tijd wel wat minder FIFA Ultimate Team. Dus dan wil ik het wel even zeker weten. En Sané is inderdaad meer waard. Had ik ook wel verwacht, maar toch even een check voor de zekerheid. Maar ik ga nu even meteen voor mijn keeper. Want ik heb nog een beetje een goede keeper nodig. En die krijgen we nu wel. Oh, we krijgen een Engelse keeper. Oh, dit is helemaal perfect. Jongen, dit kan een lijp team worden. Want die 100 teamgeest gaat denk ik wel lukken. Dus ik heb zo'n idee dat dit qua waarde wel echt... Ja, qua waarde misschien wel meevalt. Maar qua teamrating misschien... En 192 of zo kan worden. Dat zou wel waarschijnlijk kunnen lukken. En Insigne ga ik dan nu maar voor. Nog twee spelers. Wie krijgen we nog? Hier krijgen we helemaal niks. Nou, 84, niet goed genoeg. En laatste, we krijgen in ieder geval nog een beetje hoge rate spelers. Salah. Oké, ik zet nu eerst alle dure spelers erin. En dan zien we hem zo meteen weer. En daarna gaan we even kijken of we hier nog een hele lijpe draf van kunnen maken. Nou, ik heb ondertussen alle dure spelers erin staan. We zijn geëindigd op de 8 miljoen. Ja, alleen Ronaldinho of die Ronaldo was al meer waard. Dus we komen niet echt in de buurt. Dat is een beetje jammer. Maar we kunnen kijken of we heel misschien hier nog een lijpe draf van kunnen maken. Alleen gaat teamgeest denk ik toch nog wel vrij pittig worden. We hebben ja, voorin niet echt hele lekkere linkjes. We hebben wel icons, maar daar houdt het ook een beetje bij op, zeg maar. Nee, inderdaad. Dit gaat niet meer lukken om een hele lijpe draf van te maken. Maar wel prima teams gemaakt. We hebben weer 3 icons. Vorige draf was nog lijper. Alleen jammer dat we dan eerst heel goed begonnen en daarna het een beetje inkakten. Maar op zich wel lijp wat voor drafs we hebben kunnen maken. Ik vind het op zich wel nice. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vonden. En als jullie denken, hé, dit was leuk, dit moet je nog een keer doen. Dan ga ik dat zeer zeker weten doen. En dan gaan we eens kijken of we dan mijn record van 30 miljoen kunnen verbeteren. Mij lijkt het sterk, maar we gaan erachter komen. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!